Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door The World of Walking. Welkom bij Brabant Vandaag. Over een week beginnen de schoolvakanties in Brabant. En dan is natuurlijk de vraag, wordt het de tent of wordt het de caravan? En ik praat daar straks over met Dick en Thomas van den Berg van Limburg Caravanning en van Limburg Camping Ski en Outdoor. En van hun gaan we horen wat de trends zijn en wat de do's en de don'ts zijn. Dat straks, maar eerst gaan we het hebben over de moeder aller wielerwedstrijden, namelijk de Tour de France, want die is dit weekend weer begonnen en de wielergekte slaat in alle opzichten weer toe. En aan tafel heb ik zitten wielerkenner en oud-wielrenner Rini Wachtmans. Welkom aan tafel, Rini. Dank je. Weer, want het is al de tweede keer dat je hier zit om over wielrennen te praten. Gezellig. Ja, prima. Ja, en ondertussen, dat zeg ik dan even, we zijn die mannen van Limburg buiten een tent aan het opzetten. Daar gaan we straks dan nog eventjes naar kijken. Rini, met jou praat ik even over de Tour de France. De 98e editie alweer. Ze zeggen een van de zwaarste, klopt dat? Ja, ze hebben in de laatste week zoveel beklimmingen dat voor iedere renner die niet over macht, oftewel conditie beschikt, in de laatste week door het ijs zal zakken. Ja. Dus de Slecks en Contador en ook onze grote vriend Geesink zullen hun krachten moeten sparen om in die laatste week toe te slaan. Ja. Nou is het zo dat als je dan over... We hebben twee ploegen, althans vanuit Nederland dan, de wielerploeg De Rabobank en de wielerploeg van Vakantielui. Als je nou naar dit weekend kijkt, ze zijn begonnen in het westen van Frankrijk. Vliegende start voor de Vakantielui, zou je kunnen zeggen. Ja, ze waren er gelijk bij en ze hadden beloofd om aan te vallen. En ze hebben woord gehouden. En ja, voor de Nederlandse wielersupporter is het alleen maar gunstig. Ja. Dat er twee ploegen zijn nu en dat de aandacht volledig gaat ook naar de Nederlandse deelnemers. In die zin dat die mensen nou eens een keer kunnen zorgen dat er weer... Ja, euforie komt na de Tour de France voor de criteriums. Achterkamer, drijvende kaai en dergelijke. Heel gunstig, omdat die mensen voor vuurwerk kunnen zorgen. Ja, dat zijn de rondjes rond de kerk, hè, na afloop van zo'n tour. Maar wel belangrijk. Ja, ja, is het Liewe Westra, die had een ontsnapping. Jij hebt gekeken, neem ik aan, dit weekend. Hoe kijk je naar die tour? Jij bent natuurlijk een oud renner. Ja, die tour die is vooral heel mooi geworden op basis van presteren. Al die jongens die nu professional zijn, zijn professional. Ja. Als je gisteren de ploegentijdrit ziet, dat zijn net astronauten die helemaal in vorm aan zo'n wedstrijd beginnen. En die fietsen soms aerodynamisch. 65, 70 kilometer per uur. En van die mooie aerodynamische kostuums. Ja. Fietsen die bijna ruimtevaartuigen zijn. En ja, de wielersport is heel mooi geëvalueerd. Ja, nou zijn de Vakantielui eindigt als 20, de Rabo mooi op een 7e plek. Wat verwacht jij van de Tour wat betreft de Nederlands? Zijn er ambities op het gebied van het klassement? Denk aan Geesink, wat verwacht je daarvan? Geesink verwacht ik garantie bij de eerste 5. Dus zoals vorig jaar ook eigenlijk een soort continuïteit van presteren. Hij moet nog veel leren en veel ervaring opdoen. Het is nu in ieder geval Geesink die zelfverzekerd aan die Tour de France begonnen is. Ja. En ik hoop dat je gezond blijft, niet valt. En dan hebben we aan Geesink een top 5 renner. Ja. Voor de verdere zullen het dan de Vakantielui zijn die op basis van aanvallen eventueel een etappe kunnen winnen met een sprinter. Ja. En eventueel met Johnny Hoogland als aanvallende bergspecialist, noem ik het maar. We hebben ook eens eventjes gevraagd aan oud-wielrenner, of oud-tourwinner moet ik zeggen, Jan Jansen, maar ook Alpe d'Huez koning Peter Winnen, wat zij denken van de Vakantielui Blues. Laten we even kijken. Ik verwacht dat toch wel wat van die Nederlanders. Dat ze toch minstens een etappe winnen, misschien wel twee. Geesink, die als die goed is, misschien toch weer bij de eerste 5 kan rijden. We hebben toch nog wel leuke verrassingen, denk ik. Ja, want hoe schat u de kans in op een Nederlandse Tour zeker dit jaar? Dat is die vraag. Die heeft mij natuurlijk al 500 keer gesteld, mensen. En om te knokken tegen een Contador, tegen een Slek, als die ook goed zijn. Dat kan altijd gebeuren. We hebben het gisteren gezien met een valpartij en Contador al op 1 minuut 20. Ja, die dingen gebeuren in een Tour de France. Maar dat kan ook Geesink gebeuren, dat kan ook Slek gebeuren, dat kan een aantal verdetten. Kan je bij de eerste week al uitschakelen.
Dus wat is zeker in deze Tour? Dat het uitgevochten wordt in de bergen, dat is een ding wat zeker is. Dus we gaan nog een paar spannende 2,5 weken tegemoet. Ja, het is altijd heel moeilijk te voorspellen wie er gaat winnen en of de Nederlanders gaan winnen. Maar we zitten met een hele goede generatie wielrenners op dit moment. Dus er is niks onmogelijk. Wie ziet u als Nederlandse kans hebben? Geesink, we hebben ook nog Mollema die op dit moment goed klimt. En dan moeten we kijken hoe Wout Poels zich ontwikkelt in de ronde. Dus eigenlijk staan we er vrij mooi voor. Ja, want hoe belangrijk acht u zeg maar, de aanwezigheid van de tweede Nederlandse ploeg, Vakans Soleil? Ik denk dat voor Nederland best mooie dingen gaat opleveren. Hè? Want het is een ploeg zonder grote klassementsrenner. Dus ze kunnen vrij buiteren, hè, laat ik maar zeggen. Dat zijn altijd type coureurs die op veel sympathie kunnen rekenen. Ja, want de Rabo-ploeg die gaat voor het erepodium, dat is hun streven. Vakans Soleil die hebben gezegd, nou, wij gaan voor de dagsuccessen. Wie ziet u als kanshebber binnen die ploeg? Bij Vakans Soleil bedoel je? Ik heb ook Poels net laten vallen. We hebben nog de sprinter Bozic die in massasprints kost rijden, maar eventueel in een ontsnapping erg veel kans heeft. Johnny Hogeland, ook een type coureur die er graag in mag vliegen. Dus wie weet krijg je op een gegeven dag de ruimte en dan is het zover, je weet het niet. Ja, Jan Jansen en Peter Winnissen deden mee aan de start van de Paragames. Ze waren in het kader van de Paragames hier in Breda. Ben je het met hun eens als het gaat om die kansen voor of een Nederlander een podiumplaats kan halen? Dat is heel moeilijk. Het zal ook heel moeilijk zijn. Het is vaker gebeurd in het verleden dat Nederlanders op het podium stonden. Maar dit jaar is het natuurlijk kiezen. Als Mollema voor Geesing moet fietsen, dan kan je niet op het podium komen. Nee. In de toekomst is hij er wel toe in staat, vind ik. Ik vind hem een zeer schitterend goed rondrenner. En mijn grootste droom is eigenlijk volgend jaar de Rabobankploeg met Nederlanders naar de Tour te zien gaan en dan uitspelen wat ze kunnen. Dus minder buitenlanders? Met minder buitenlanders. En daar zie je dus dat de Tour de France ploeg volgend jaar 3-4 mensen heeft om op het podium te komen in Parijs. Maar dat vind ik interessant, want jij vindt dus eigenlijk dat er te veel buitenlanders in die ploeg zitten. Op dit moment, de Rabobank heeft geweldig goed werk geleverd. Ja. Maar op dit moment zijn er zoveel goede renners opgeleid dat er door de Nederlandse Rabobank best een Nederlandse ploeg afgevaardigd kan worden. Maar goed, die Nederlandse renners die kunnen natuurlijk ook gewoon een plek krijgen in andere teams. Denk aan bijvoorbeeld Joost Postema, die bij de Leopard Trek ploeg zit. Van, die renners hebben hun kansen gehad. Er zijn nu zoveel jonge renners, zoals Mollema. Ja. En die eigenlijk de kans moeten krijgen om ook een keer voor zichzelf te gaan fietsen. Dus dan heb je volgend jaar Kopman. Buiten kijf onze grote vriend Geesing. Ja. En dan Mollema. En dan komen er nog wel een paar renders komen eraan heel snel. Okay. Rini, we gaan er straks over verder praten. Maar eerst gaan we even kijken naar opmerkelijk nieuws in andere media in Koppensnelle. Hallo allemaal, je kijkt naar Koppensnelle van maandag 4 juli. De directeur en twee medewerkers van Chemiepak eisen hun vrijlating. Dat is te lezen bij Omroep Brabant. Ze zijn zondag voor de tweede keer gearresteerd. Ze zaten sinds dinsdag al vast voor het illegaal bewerken en opslaan van gevaarlijke stoffen. Zondag zouden ze vrijkomen, maar het OM stelde dat er mogelijk sprake is van opzettelijke brandstichting, omdat de drie roekeloos te werk gingen. Vanaf 18 november mogen winkeliers alleen nog maar zelfdovende sigaretten verkopen. Het zijn sigaretten die moeten uitgaan als er geen trekje meer van genomen wordt. Dat is een eis van de Europese Unie en het zou de brandveiligheid moeten vergroten. Volgens de website Levensmiddelenkrant zou het gaan om een schijnveiligheid. Wanneer een sigaret vanzelf uitgaat, zullen rokers eerder een brandende peuk weggooien, waardoor het gevaar voor bos- en heidebrand op de loer ligt. Met zo'n 70.000 bezoekers was het eerste lustrum van de theeparade in Tilburg iets minder druk dan vorig jaar. Dat schrijft het Brabants Dagblad. De bonte stoet trok zondag door de binnenstad. Zo'n 1500 deelnemers, verdeeld over 50 groepen, deden mee met het multicultureel feest. De Nederlandse Kermisbond uit zijn zorgen in de Telegraaf vandaag. Volgens hen is een schrikbarende daling van het aantal kermissen op het platteland. Er is daar bijna geen attractie meer te zien. Belangrijke oorzaak zou de vergrijzing zijn, zowel onder de bezoekers als onder de kermisexploitanten.
Een beeld van kunstenaar Savar Roelandsen uit het Zeeuwse Hulst, dat voor de kom-expositie in de Oosterhoutse Basiliek stond, is zondag verwijderd. Het kerkbestuur kreeg klachten van parochianen. Dat is te lezen in de PZC. Het beeld zou te aanstootgevend zijn. De kamelenrace die in september in Tilburg gepland is, moet verboden worden, vindt de Partij voor de Dieren. Dat meldt het Brabants Dagblad. De dierenvrienden dringen bij het stadsbestuur op aan de vergunning voor het evenement in te trekken. Misschien dat Tilburg een voorbeeld kan nemen zoals de race in Jordanië. In plaats van menselijke berijders zitten er nu kleine robotjes op de rug van het kameel. En dit waren ze weer, onze koppen van vandaag. Hoi. U kijkt naar Brabant vandaag. Straks gaan we even buiten kijken hoe het staat met de tent die ze daar aan het bouwen zijn of hebben gebouwd. Maar eerst praat ik nog even met Rini Wagmans door over de Tour de France. Rini, jij bent oud-renner. Wat kun jij zelf zeggen tegen de kijker wat jij allemaal hebt gehaald? Je bent 50 geworden en een keer 6e, hè? Ja, een keer 15e of 16e en 3 etappes gewonnen. Ja. In de gele trui en in de klassementstrui gereden. Ja. Vertel eens, wat is nou jouw meest gedenkwaardige moment aan de Tour toen jij meedeed? Dat ik de gele trui mocht dragen, want dat is een jongensdroom natuurlijk. Ja. Dus, en in welk jaar was dat? In 1971, ja. Tijd van Napoleon. Maar in ieder geval, het was heel erg gedenkwaardig en een droom van kinds af aan gedroomd, de gele trui. En dan, als je in de Tour de France komt, dan verandert in één keer heel je wereld. Want dan heeft wielrennen een heel andere intentie dan alleen het wielrennen. Want ja. Er zit namelijk zoveel promotionele activiteit omheen en er zit zoveel aandacht voor dat je dus op dat moment begrijpt. Op dat moment begrijpt dat je dus op het toneel staat zoals een artiest droomt van Carré of van Broadway. Zo droomde waarschijnlijk een wielrenner van de Tour de France. Ja. Nou is het zo, dat is weer een heel ander onderwerp, maar de afgelopen periode is er natuurlijk het een beetje stil geworden rondom de oortjes. Hè. In maart was er nog een hoop te doen over het gebruik van die oortjes, wel of niet. De UCI wilde het verbieden. De renners kwamen in opstand. Nu zie je ze er gewoon weer mee rijden. Ben je het daarmee eens dat ze daar gewoon mee rijden? Ja, dat is een hele juiste beslissing. En bijna ouderwets en niet van deze tijd dat iemand er tegen kan zijn. Want je gaat toch een kind zijn mobiele telefoon niet afpakken. Je gaat toch ook niet iemand zijn computer afpakken omdat hij een keer te veel aandacht aan de computer besteedt. Ja. En het is van deze tijd. Ik begrijp niet waar die oude garde zich mee moeit. En laat nou de firma Jacobs hier uit Breda zijn werk doen op basis van ontwikkelingen. Ja. En iedereen die op dit moment leeft, moet leven met de vernieuwingen die mensen die door studeren. Bij deze tijd horen. En die bij deze tijd horen. En bij deze tijd hoort communicatie per seconde. Telefoon en faxverkeer of e-mailverkeer op basis van direct aanwezig zijn. Ja. En iemand die een oortje in heeft, die kan reageren op alles wat een ploegleider waarneemt en wat ertoe doet qua veiligheid. Ja. Door waarschuwing. Ik zat bij Bruinel in de auto. Ik ga even onderbreken, sorry dat ik het zeg. Want er staat er iemand naar mij te zwaaien. We moeten iets laten zien, dat gaan we ook even doen. En dan praten we daarna nog even door, Rini. Want we zijn inderdaad even geweest bij dat bedrijf om te kijken hoe dat nou precies gaat met die oortjes. De oortjes waarmee wielrenners en ploegleiders tijdens de wedstrijd met elkaar kunnen communiceren blijft onderwerp van discussie in de wielersport. De Internationale Wielerunie, gesteund door romantici, willen de oortjes verbieden. Het zou de wedstrijd minder spannender maken. Integendeel, denkt Henk Jacobs uit Breda. Hij levert bijna alle oortjes aan bekende wielerploegen. Dat klopt. Mocht er een obstakel op de weg zitten, dan kunnen ze door middel van het bekende oortje daarmee op de hoogte worden gesteld. Waardoor dat ze op dat moment die gevaarlijke situatie kunnen inschatten.
maar tevens dat door middel van de oortjes duidelijk de wedstrijden tactische, dus alleen maar interessanter worden. De techniek staat niet stil en ook niet voor de kijker. Jacobs bouwt de auto's die meerijden om tot ware regiewagens, waar ook weer een camera in hangt, zodat de emotie van de ploegleider ook weer in beeld wordt gebracht. We hebben de mogelijkheid gehad om onder andere bij de Rabobank, maar ook bij Van Soleil, een camera en communicatie te installeren waarmee dat er wat lijfbeelden vanuit de wagen via de NOS werd uitgezonden. En dat gaf naar ons gevoel meer waarde. Je had een stukje emotie, een stukje belevenis wat de tv-kijker extra als informatie tot zich kon nemen. TV-kijker, dat is hartstikke mooi, maar de concurrent is ook op de hoogte gelijk. Dat klopt, alleen we deden dan de tv-beelden en ook het geluid met de vertraging van een paar minuten weergeven, zodat ze niet daar gelijk op konden reageren. Volgens Jacobs geeft de nieuwe techniek een duidelijke meerwaarde aan de sport. Ik ben zelf van mening dat je techniek niet tegen moet houden in de sport, maar moet kijken wat zijn de mogelijkheden en gaan kijken hoe kan je eventueel nieuwe technologie in de sport toepassen, waardoor het zowel voor de tv-kijker als eventueel voor de sporter het alleen maar een nieuwe uitdaging zou zijn om de komende jaren verder te gaan. Je ziet het, dat iedereen zegt het eigenlijk, hè? Wat jij ook zegt, het maakt de sport spannender. En waarom wil dan de UCI, de Internationale Wielerunie, dat nou niet? Ja, een dokter die dokter is in een dorp en die iemand naar Rotterdam stuurt en waar iemand door een MRI-scan wordt gehaald, heeft die dokter nooit niks meer te vertellen, want dan ziet zo iemand op dat moment alles wat er gaat gebeuren in de eerstkomende 10 jaar. Ja. Die dokter op het dorp is zijn macht, oftewel zijn controle kwijt. Ja. De UCI die wil baas blijven over iets waar ze geen baas hoeven over te zijn. Want ze hebben namelijk de toekomst en de techniek in de hand. Ja, maar en wat wordt gezegd, het maakt de sport alleen maar leuk. Je ziet ook die beelden in de auto. Als kijker ben ik heel erg betrokken bij wat daar gebeurt. Je hoort wat die ploegleiding zegt tegen zijn renners. Bruinel heeft er een paar jaar geleden zat ik in de auto bij Bruinel in de Tour. En dan waarschuwt hij Lance Armstrong van Lance, pas op, over nu en over 1,5 kilometer is er een bocht naar links, ja, met een groot gat in de weg. Maar je ziet ook de andere dat is, kant. Dat is een waarschuwing, dat mensen daar op een gegeven moment voor gewaarschuwd dat ze niet verongelukken. Ja, maar wat je ook krijgt is dat de ploeglijn zegt, jongens, hou maar terug, laat hun maar rijden, wij doen even niks en wij gaan straks wel. Ja, maar dat is de keerzijde, maar dat is de tijd en alles heeft zijn voor- en zijn nadelen, maar de voordelen zijn zo groot dat de oortjes moeten blijven en dat meneer Jacobs heel erg blij moet zijn dat er mensen zijn zoals wij die voor de oortjes zijn. En ik hoop dat wij hier een stempel kunnen drukken dat die oortjes blijven bestaan. Nou ja, aan deze tafel is dat gezegd. Dus ik ga ervan uit dat de grote heren ons horen. Ik hoop het. Oké. Rini, heel erg bedankt voor je aanwezigheid en je kennis hier. Wij gaan zo meteen naar buiten, want daar staat de tent al klaar. En de heren zitten lekker in het zonnetje. Om te praten over de trends op het gebied van caravans en tenten. Blijf even lekker zitten, Rini, want wij gaan even kijken naar de reclame. Maar niet voordat we weten wat voor kampeerweer het wordt. Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door The World of Walking. Dinsdag verloopt vrij zonnig en droog. Het kan dan met plaatselijk 25 graden zomers warm worden. Er staat maar weinig wind uit westelijke richtingen. Woensdag meer wolken en in de loop van de dag kans op regen of een onweersbui bij 22 graden. Donderdag wordt het weer droger en zien we nu en dan de zon bij 23 graden. Vrijdag verwachten we ditzelfde, enigszins wisselvallige weerbeeld. Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door The World of Walking. Welkom bij Brabant Vandaag. Over een week begint de zomervakantie in Brabant. En natuurlijk gaan de meeste Brabanders op vakantie in binnen- en of in buitenland. En ik heb hier uitgenodigd, en ze zitten hier, de heren van Limburg Caravan Center. Hi, ik ben Jeff. Thomas. Hey, Dick. En Dick. Dick, jullie zijn broers. Ja. En jullie hebben samen het bedrijf Limburg Caravan Center. En dat zit in Moleschot. Jullie hebben hier net al een tentje opgezet. En dit is eigenlijk nog maar een heel klein figuurtje, hè? Ja, dit is een bijzettentje voor de kinderen. Ja. Ja. Want jullie hebben heel veel tenten. Ja, ik geloof dat bij Thomas staat een collectie van een 60-tal tenten. Ja. Wat is nou een beetje de wat is in, laat ik dan maar zo zeggen, een caravan of een tent?
Nou, kamperen is nog steeds in het algemeen. Ja. Caravans worden minder nieuwe caravans verkocht. Maar dat houdt niet in dat er minder gekampeerd wordt. De campings die echt iets te bieden hebben, die zitten boordevol. Mensen staan echt te trappelen om weg te gaan. Maar je ziet wel een tendens dat er heel veel jonge gezinnen dat die tent aanschaffen. Dat is echt Thomas zijn afdeling, dus die kan daar meer iets over zeggen. Maar betekent dat, Thomas, dat er minder caravans verkocht worden? Nou, nieuwe caravans wel. Ja? Maar, is dan een tweedehandsmarkt die dan zo op is gebloeid? Ja, tweedehandsmarkt die loopt ontzettend goed. Ja? En mensen blijven wel kamperen. Ja. En vooral jonge gezinnen zie ik bij mij in de winkel toch ook wel voor een tent komen. Okay. En wat voor tent kopen zij dan? Ja, op dit moment zijn toch de tunneltenten, de familietenten zijn heel erg. Dat zijn die hele grote ronde, hè? Ja, ja, toch compact om mee te nemen, maar wel veel leefruimte op locatie. Dat zie je op dit moment, dat is wel in, ja. Ja. Ik herinner me, maar dat is lang geleden, met mijn ouders grote tenten, zware stokken. Maar dat is allemaal verleden tijd. Het is allemaal lichtgewicht, allemaal carbon, aluminium, lichtgewicht katoensoorten. Ja, het is voor mensen interessant als ze met een gezinnetje met een vliegtuig naar het buitenland moeten in het hoogseizoen. Ja. Ja, voor datzelfde geld hebben ze een complete kampeeruitrusting. En dan kunnen ze het jaar daarna in verhouding gratis weg. Ja, nou is het zo natuurlijk dat de meeste mensen krijgen nu zo'n beetje in deze week. Gaan ze pas nadenken van, volgende week ga ik met vakantie. Laat ik nog even wat gaan halen. Dus het zal waarschijnlijk rijen dik zijn bij jullie. Gigantisch druk. Ja? Ja. Dus mensen moeten wel snel zijn, willen ze nog een spulletje hebben of niet? Ja, de voorraden beginnen nu wel terug te lopen, ja. Ja. En het is niet alleen tenten en caravans zo gezegd. Het is ook gewoon kleding. Ja, ja. We hebben heel veel functionele kleding. Ja. Dus, outdoor, dat is meer jouw... Nee, dat is Thomas. Oh, dat is ook Thomas. Ja. Ja, 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 we zien ook vooral de jongeren die toch avontuurlijk op vakantie willen. Ja. En daar toch voor de rugzak en de afritsbroeken komen. Wandelschoenen, goede wandelschoenen. Ja. En dat mensen willen toch actief bezig zijn op de vakantie. Ja. Niet alleen maar in de zon liggen. En wat is er bij jou te krijgen? De complete caravanafdeling. Want jij zit in Hulten, hè? Ja, ik zit in Hulten, ja. Ja. Dus de complete caravanafdeling is er. Tour caravan, sta caravan, chalets. Dus ook voor de groep die geen zin heeft om rond te trekken, maar gewoon een plekje gevonden heeft. En die daar iets vast willen neerzetten. Ja, daar hebben we de mooie staakcaravans en chalets voor. Ja. We hebben ook heel veel contacten met campings in heel Zuid-Nederland. Ja. Dus we kunnen precies regelen waar mensen allemaal willen gaan staan. En verder hebben we natuurlijk een technische afdeling waar iedereen terecht kan voor onderhoud van zijn caravan en voor reparatie. Wat is nou, ik zou je dat zo kunnen noemen, iets waarvan je echt zegt van nou, dat is nou echt iets wat de mensen, waar we echt ook veel vraag om krijgen. Iets wat echt nieuw is op het gebied van kamperen. Op het gebied van kamperen, alles wat met lichtgewicht te maken heeft. Lichtgewicht caravans, lichtgewicht tenten. Ja. Dat is vanwege de economie rijden mensen toch lichtere auto's. Ja. Dus ze mogen niet zoveel meer trekken als met die zware auto's. Ja, dus ook met die hybride auto's mogen ze natuurlijk toch ook niet zoveel meenemen. Ze mogen sowieso geen caravan trekken. Dus dat is wel, dat is helaas voor ons wel, van de ene kant is goed. Maar aan de andere kant hebben we er ook last van natuurlijk. Ja. Nou, ik hoop dat de rijen nog even blijven voor jullie. En ik ga er zelf binnenkort ook nog even kijken, want ik ga ook op vakantie. Dus ja, er zal toch wat gehaald moeten worden. Ik hoor tot die grote groep. Dus heel erg bedankt voor je komst, Thomas. Dick, jij ook. Ja, prettige vakantie. En ik dank u voor het kijken. Daar is het. Dank u wel voor het kijken. Dit was Braam Vandaag. En morgen zit hier Mario Bastiaanse. Tot morgen. Braam Vandaag werd mede mogelijk gemaakt door The World of Walking.